klinkt iets bijzonders in Nederland. Steeds meer kinderen krijgen muziek op school. Samen met het onderwijs, overheden, financiers en de muziekwereld zet Stichting Meer Muziek in de Klas zich in voor structureel muziekonderwijs in heel Nederland. Met elkaar zorgen we voor meer muziek in de klas. Precies, op alle basisscholen in Nederland. Kijk hoe je mee kunt doen op meermuziekindeklas.nl. Goedemiddag, van harte welkom allemaal bij het tweede webinar van Meer Muziek in de Klas. Why Tell Me Why? En laat ik die vraag eerst gelijk maar even koppelen aan de wachttijd die jullie net hebben gehad. Excuses daarvoor, maar we hadden hier een kleine stroomstoring. Wij zitten op het kantoor van Meer Muziek in de Klas vandaag, dus niet in een studio of maar echt op onze eigen plek. En gaan jullie meenemen in verhalen vertellen. De vorige keer hadden we het nog over geld, money, money, money van ABBA. Vandaag hebben we het aan de hand van Anita Meijer over het belang van een goed verhaal. Hoe vertel je een goed verhaal en waarom is verhalen vertellen zo belangrijk voor het halen van het doel structureel muziekonderwijs voor alle kinderen van Nederland? We kijken naar twee sterke voorbeelden, Tony Chocolonely en Jantje Beton. En we laten ons aan de hand nemen door een deskundige, Sam Steenbeding. Ze zit al aan tafel. Ik ga haar zo nader introduceren. Zij is deskundige op het gebied van storytelling. En aan de andere kant van de tafel zit Jantien Westerveld, directeur van Meer Muziek in de Klas. En daar trap ik zo mee af. Net als de vorige keer kunnen jullie vanaf thuis meedoen via de chat of waar je maar zit. Misschien zit je helemaal niet thuis, maar in ieder geval van achter je laptop. Stel je vragen in de chat. Lotte en Marloes spelen ze aan mij door. En ik zal ze stellen aan wie er aan tafel zit. En Lotte en Marloes zullen misschien ook al zelf vragen beantwoorden. Dat mogen best heel veel vragen zijn, want als we er niet aan toekomen, gaan we na afloop gewoon door met het bevragen, met het beantwoorden van jullie vragen. Heel goed, tijd om te starten en dat doe ik met jou, Jantien. Storytelling, ja, hoe belangrijk is het? Waarom hebben we het er vandaag over en wat hopen we ervan te leren? En laat ik dat gelijk heel persoonlijk maken. Jij bent al jaren het gezicht van de missie van het muziekonderwijs in Nederland en zeer herkenbaar voor het publiek als een van de storytellers op dit thema. Hoe belangrijk is storytelling in jouw rol? Ik denk dat het uitermate belangrijk is. Als ik terug ga naar de start in 2015, dan begin je met z'n allen aan een veranderingsproces. Want je wil iets wat er niet is, wil je weer bewerkstelligen dat het er wel komt. En ja, daar moet je dan de urgentie in aangeven. En dat heb ik meteen in het begin ook gedaan door middel van verhalen. Dat heb ik ook dus heel vaak verteld. En dat ging echt over een vader met een zoontje. Hij was directeur van een poppodium. En zijn zoontje zat in de kleuterklasse. En iedere week kwam ze met een liedje thuis. En dan pakte ze zijn gitaar erbij. En dan ging hij lekker met zijn zoontje zitten zingen. Toen ging het jongetje naar groep 3. En er kwam gewoon geen liedje meer uit. Dus die vader zegt, waarom zing jij niet? En het jongetje zegt, ja, maar pap, wij leren helemaal geen nieuwe liedjes op school. Nou, vader ging natuurlijk naar de juf en zegt, wat is er dan gebeurd op school? Zingt u niet met de klas? Geeft u wel een muziekles? En de juf die keek hem echt aan en zei van, ja, ik ben toch niet gek? Ik ga daar niet zingen met die kinderen in die klas. En als ik dat verhaal vertelde, dan schrokken mensen daar gewoon van. Want iedereen had het beeld van, ja, maar dat is het toch gewoon, muziekles op school. Dus dan hadden ze echt zoiets van, ik wist dat niet. En door die schrik die dat bewerkstelligde, waren ze bereid om mee te gaan helpen. En dat is eigenlijk de start geweest van ons bestaan. Een echt verhaal, hè? Het is een echte verhaal. Het is echt waar gebeurd. Ja, echt waar gebeurd. Hoe vaak heb je dat verhaal verteld? Nou, heel vaak. In meerdere talen. Ja. En vertel je het nog steeds? Nee. Of? Nee, op dit moment nee. Omdat er iets veranderd is? Of? Ja, er is wel heel veel veranderd. Aan de andere kant denk ik nog niet genoeg. Vorige week bijvoorbeeld hadden we een inspiratiesessie. Hè, met name ook het onderwijs te inspireren en duidelijk te maken van hoe belangrijk muziek maken is voor kinderen. En toen kwam er een vraag in de chat van Angelique. En Angelique zei, wat te doen als mijn team niet mee wil in muziekonderwijs geven op school? Omdat ze zeggen dat ze het niet kunnen. En vervolgens kwam er achteraan, daarnaast is er ook geen budget voor een methode. Dus toen dacht ik, we zijn nog niet klaar.
het verhaal moet nog veel vaker verteld worden. En dat deed me weer denken vannacht aan een ander verhaal. Dat bij een andere gelegenheid, dat er een leerkracht was en zei van ja, nou, en toen zei ik tegen mijn collega's, ik krijg dit jaar groep 4 en ik ga gewoon dit jaar geen keersommen doen. Want daar ben ik gewoon niet heel erg goed in. En ik vind het ook niet zo leuk. Dus dat doe ik gewoon dit jaar niet. Nou, en als je dat parallel trekt, dan denk ik, dat zijn allemaal verhalen die eigenlijk illustreren dat ja, wij nog niet zijn bij waar we naartoe willen. Dus ik denk. Dus het werkt, verhalen, het heeft werkt, effect. Het heeft effect. Ja. Ja. En jij moet het ook heel veel doen. Heb je daar ooit een training in gehad? Nee, maar ik ben natuurlijk oorspronkelijk zelf muzikus. En als je praat over verhalen, hè, het gaat natuurlijk altijd over vorm en het gaat over presentatie. Mm-hmm. Muziek is natuurlijk eigenlijk een verhaal. Hè, hoe muziek geconstrueerd is. Ik ben specialist in oude muziek, barokmuziek. Dat is heel erg gebaseerd op retorische principes. Dus ja, die vorm, dat zit er altijd wel in, hoe je een goede opbouw maakt. En presentatie, ja, dat is iets wat ik wel van nature altijd al leuk vond van jongs af aan. Om een beetje in de schijnwerpers te staan. Maar voor de rest, ja, gewoon door te doen en door het erover te hebben met collega's en met vrienden. Ja, daar haal je gewoon bepaalde elementen uit waarvan je denkt van die werken. Dus ik denk dat ik zo langzamerhand wat meer bewust inzet wat ik in eerste instantie onbewust. Oké, noem dan eens zo'n element waarvan je zegt dat zet ik bewust in mijn verhalen. Wat is dat dan bijvoorbeeld? Nou, als je bijvoorbeeld iemand een interview afneemt, het is gewoon altijd heel handig om in de actualiteit te beginnen. Nou, dat doe ik ook vaak als ik zelf ergens moet spreken. Dat ik kijk van wat is er deze week gebeurd, wat is actueel, wat is topic. En dan dat is gewoon de start van het verhaal. En ik probeer het ook altijd persoonlijk te maken en ook gewoon herkenbaar te maken. Dus dat het niet iets is wat iemand denkt van ja, dat maakt zij mee, maar dat raakt mij niet. Mooi. We gaan het er een kleine 3 kwartier over hebben vandaag. Er zitten heel veel mensen te kijken. Wat hopen we vandaag te leren van bijvoorbeeld Sam? Nou, ik denk dat we natuurlijk dat ik hoop, gewoon voor onze stichting, dat heel veel mensen denken van, ik ga ook een verhaal vertellen. En dat is denk ik wel het belangrijkste, ja. En dat ook een beetje als een soort sneeuwbal gaat gebeuren. En ik weet dat jij gewoon heel erg gaat vertellen welke elementen belangrijk zijn en hoe je dat kan aanpakken. Dus dan hebben mensen ook handvatten daarin. Dat lijkt me heel fijn. Ja. Heel goed. Dus jij zegt van, ik vind het heel mooi dat we leren hoe je een verhaal moet vertellen. Maar belangrijker is nog dat we verhalen gaan vertellen. Ja. Hartstikke goed. Nou, daar komen we zeker nog op terug. Laat ik naar jou gaan, Sam. Ik zie dat er nog geen vragen zijn in de chat. Overigens, stel die gerust, hè, want die gooi ik er gewoon tussendoor. Maar zolang het niet gebeurt, heb ik vragen zat. Dus en zeker aan jou, Sam. We gaan eerst even kijken naar verhalen op zichzelf. Hè. Straks gaan we naar die twee mooie voorbeelden kijken. Als we met Inzo van Zanten en Dave Ensberg gaan praten van Tonies en van Jantje Beton. Maar eerst maar eens even de theorie, hè, want dat is belangrijk. We beginnen bij de theorie. Ik zal niet jouw hele cv hier op tafel gooien, maar in jouw bloeiende loopbaan staat heel veel verandering. Dat stond centraal. En door al die veranderingen kwam jij erachter dat verhalen eigenlijk heel erg belangrijk zijn voor mensen. En zo belangrijk dat jij een paar jaar geleden een bedrijf bent gestart om mensen te leren hoe ze goede verhalen kunnen vertellen en wat de kracht is van een goed verhaal. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, ik zit al ademloos naar Jantien te luisteren. Verhalen doet iets met ons. En eigenlijk als je ouder wordt, net als met muziek, is mensen gaan steeds minder verhalen vertellen in plaats van meer. We zijn veel meer op feiten en cijfers. En verhalen, dat herkennen we, dat zit in ons systeem. Waarbij wij wel heel erg werken op 3 niveaus. En dat is vinden, verbinden en vertellen. Want een verhaal vertellen, de een is daar een talent in, de ander kan dat leren. Maar je moet wel eerst een verhaal hebben. En belangrijk ook is dat het een verhaal is wat heel dicht bij jezelf ligt. Het verhaal van Jantien ook, over de verhalen die zij in de omgeving hoorden, die raken haar, of soms gaat het over jezelf. Dus die combinatie, is heel belangrijk. Heb een verhaal, wat doet dat verhaal met jou? Waarom wil jij dat verhaal vertellen? En dan heb je de vorm, hoe vertel je dat? Ja. Ja. Jouw bedrijf heet Storylogie. Ja. Daar zit ook wel in dat het een kunst op zichzelf is, hè, om er iets mee te kunnen. Ja. Dat vinden, hè, we hebben het vandaag over muziek. Heb jij zelf eigenlijk iets met muziek? Heb jij een verhaal kunnen vinden als het over muziek gaat? Nou ja, zeker. En toen ik ook gevraagd werd om hierin te ondersteunen, sprong bij mij eigenlijk mijn verhaal naar boven dat
Muziek stond voor mij tijdens mijn basisschooltijd voor veiligheid. Waar stond die basisschool? Die stond in Enschede. En ik kom uit een onderwijsgezin. En mijn ouders werkten allebei in het onderwijs. En mijn vader had als leerkracht een hele mooie droom. Die wilde samen met een groep bevriende leerkrachten in de slechtste wijk in Enschede de beste school bouwen. Vanuit de gedachte, iedereen verdient goed onderwijs. Een prachtig ideaal. En wij gingen met mijn vader mee naar school. Sterker nog, ik zat met mijn vader in de klas. En wat ik bedoelde met slechtste wijk is niet dat het een slechte wijk was, maar het was een achterstandswijk, heel kleurrijk, heel multicultureel, maar ook soms gewoon onveilig, geweld bij tijd en wijle, armoede, werkloosheid. Dus ik ging met mijn vader elke ochtend. Slecht in de ook in onveilig dus ook. Ja. Ja, okay. Ja, en ook niet altijd, hè, maar er gebeurde gewoon veel. En wij fietsten elke ochtend van de ene kant naar Enschede naar de andere kant. En dan wisten we nooit precies wat we aantroffen. Want als de school sloot, dan ging de wijk open. En dan gebeurde er heel vaak van alles. En ook 's avonds. En dan was er soms gedoe geweest, geweld, ruzie. En als we dan 's ochtends op school kwamen, dan wist ik nooit wat ik aantrof. En dat voelde dan heel onveilig. Want het systeem was veranderd. 's avonds waren de spelregels veranderd. Ik kende die niet. En dat ging dan natuurlijk ook de school in. En mijn vader speelde gitaar. Ik zat ook bij mijn vader in de klas. Wat dat ook al best een bijzonder verhaal is. Ja, zeker. Ja. En mijn vader die pakte dan, als er weer zo'n situatie was en de klas kwam weer binnen met spanning en toch wel wat negatieve energie, dan ging hij gewoon zitten, pakte zijn gitaar. En dan speelde hij net zo lang, totdat we mee gingen zingen of dat we alleen maar gingen luisteren. Totdat de rust er weer was, dat de energie uit het lichaam, de negatieve energie weg was. Dat er weer verbinding was en dat er weer lucht was. En dan kon de dag beginnen. Dan kon het leren beginnen. En ik weet zelfs dat ik soms alleen als ik de gitaar al zag, wist ik, het komt wel goed vandaag. Dus daar moest ik meteen aan denken. Dat is een belangrijk verhaal voor jou. Ja. Hè? Waarom zijn in zijn algemeen het verhalen voor ons eigenlijk zo belangrijk? Nou ja, zolang wij als mens bestaan, bestaan er verhalen. In de tijd dat we nog niet konden lezen en schrijven, deelden we al verhalen. Zowel vanuit sociale cohesie, maar ook om boodschappen door te geven, mensen in beweging te krijgen, mensen te sturen. De Bijbel bestaat vooral uit verhalen, want die waren goed te onthouden en makkelijk door te geven. Ja. Dus dat is ook wat ons brein doet. We willen logica creëren, we willen betekenis geven. Dus verhalen is iets wat in ons zit. En waar we ons mee kunnen identificeren. Ja, een goed verhaal kan dus iets bewerkstelligen op allerlei thema's. Daar gaan we zo ook voorbeelden van zien. Wat is nou het geheim van een goed verhaal? Nou, wat het geheim van een goed verhaal is dat het, tenminste zoals ik er heel erg naar kijk, is dat het een persoonlijk verhaal is, waar je als verteller ook echt wat mee hebt. Ik zeg wel eens, je hebt eigen verhalen en geleende verhalen. En het verhaal van Jantien is een mooi voorbeeld van een geleend verhaal, maar waar je wel echt wat mee hebt. Dus een goed verhaal is authentiek, het klopt. Zoals we dat zeggen, waar of waarachtig. Het moet wel geloofwaardig zijn. En er moet logica in zitten. Ons brein wil het snappen. Die wil gewoon dat het rond is. En op het moment dat het niet klopt, dan haken we af en dan raken we ook de aandacht kwijt. Dus dat zijn een aantal elementen, zeg maar, die belangrijk zijn in een verhaal. Dat zit in dat vinden en verbinden. Dat is essentieel voor een goed verhaal. Je kunt niet zomaar ieder verhaal vertellen. Je moet er zelf iets mee hebben. Nou ja, er zijn natuurlijk mensen die dat heel goed kunnen, omdat ze van nature heel goed spreken. Maar als het gaat over gewoon de meeste mensen die dat heel graag willen, die met storytelling aan de slag willen, zoek het dicht bij huis. Zoek het dicht bij je gevoel. Kies een verhaal waar je wat mee hebt en ga daarmee aan de slag. En dan zijn er natuurlijk allerlei theoretische regels of tips waar een verhaal dan aan kan voldoen. Oké, doe er eens een paar. Hè? Want hoe zit dat dan technisch in elkaar? Hoe vertel je een goed verhaal? Nou, wat ik al zei, wat sowieso belangrijk is wie is de luisteraar? Ja. Weet je? Denk na over de doelgroep. Aan wie ga je het verhaal vertellen? Maar daarnaast is het ook belangrijk, wat is je plot? Dus wat is je key message? Denk erover na wat je wil dat het bij mensen blijft hangen. Waar lopen ze mee weg? Een verhaal raakt je, als het goed is, in je hart en in je buik. En niet alleen maar in je hoofd. Wat daarnaast ook belangrijk is, er zit toch wel iets van een structuur in. Hoe groot of hoe klein een verhaal ook is. Met een begin, een midden en een eind. Introduceer iets. Werk naar een bepaald punt toe en rond het af. Mm-hmm. En wat heel belangrijk is een hoofdpersoon. Wij mensen willen ons kunnen identificeren met een hoofdpersoon. Of we willen die persoon zijn. Of we vinden die persoon niks, maar dan kunnen we mooi de persoon de schuld geven. We zoeken altijd naar een karakter waar we iets mee kunnen. Dus zorg dan ook dat er een hoofdpersoon is. Dat kun je zelf zijn.
Maar dat kan, hè, in dit thema kan dat natuurlijk ook heel goed de kinderen in de klas zijn. De mooie verhalen die je ziet ontstaan bij als er muziek gemaakt wordt. Hè, die ene leerling die heel verlegen is, maar als ze gaat zingen is hij het ineens niet. Ja. Dus, en hoe moet het eindigen, een goed verhaal? Nou ja, ik denk dat verschillende mensen daar ook verschillend naar kunnen kijken. Wat ik al zei, wij als mensen, als brein wil wel dat het rond is. Dus open eindes kunnen wel, maar vinden we soms toch lastig vaak. Als het maar in ieder geval dat er wel een eind aan zit. Mensen willen het gevoel hebben van er moet iets gebeuren ook in een verhaal. Voorspoed en tegenslag zijn belangrijk. Want dat hebben we allemaal in ons leven, maar anders geloven we het ook niet. En stiekem hopen we ook wel dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Ja. Ja. Hier is ontzettend veel over te vertellen. Je hebt ook een paar boeken op tafel gelegd. Ja. En over 2 weken in de workshop ga je er voor de mensen die zich daarvoor opgeven meer over vertellen. Misschien even voor iedereen die nu zit te kijken. Kan iedereen het? Kan iedereen een goed verhaal vertellen? Nou, of moet je echt een verhalenverteller zijn? Dat je verhalenvertellers hebt en luisteraars? Is nou ja, ik denk dat iedereen het kan. Sowieso zijn we allemaal verhalenmakers. Want dat is wat we de hele dag in ons hoofd doen. Ik geef jou 3 ingrediënten en jij maakt er vanzelf al een verhaal van. En op verjaardagen zijn we er ook heel goed in. Hè? Dan zijn het misschien geen gewichtige maatschappelijke onderwerpen. Maar dan kunnen we het wel alle dingen vertellen die onze kinderen op school meemaken. Dus ik zit absoluut in de mens, maar je kan daar zeker tips in krijgen en dingen in leren. Ja. Om gewoon net iets beter naar je verhaal te kijken, om hem net wat tactischer in te zetten en hem ook wat rijker te maken. Oké, en wat kan echt niet? Wat zijn de grootste blunders van een goed verhaal? Nou ja, ik zelf vind als het niet echt is, dus zeker als het over maatschappelijke thema's gaat, ook zoals dit onderwerp. Dan vind ik wel dat het authentiek moet zijn en echt moet zijn. Ja, ik hou er dan wel in, zoek dan een verhaal wat echt is en wat van jou is. En ook niet te lang. Maar ik vind dat het echt is vooral het allerbelangrijkste. Zullen we eens naar een echt verhaal kijken? Ik ben heel nieuwsgierig. Ja, want we hebben Inzo van Zandt inmiddels in de Zoom hangen. Die gaat ons van alles vertellen over het belang van verhalen vertellen bij Tony Chocoloni. Dat verhaal kennen we waarschijnlijk allemaal wel inmiddels, want het is een heel bekend en een heel groot verhaal. Maar toch nog maar even een film ter introductie van Tony's en de wereld waar zij zich in bewegen. En dan gaan we nu even naar kijken. Je suis comme Samé Félix, j'ai 16 ans. J'ai travaillé dans une plantation de cacao de 1999. En 2003, je n'étais pas payé. J'étais forcé de travailler. Millions of children, yes. Working as slaves. J'étais forcé de travailler. Je n'avais pas la liberté pour quitter le coin. And we are responsible for that. Yes, we are. In our perfect world, a consumer would never have to choose between a slave-free chocolate bar and one that is produced with the risk of child exploitation behind it. But call them. Call Nestle. Ask them. See what they say. Let's face it, slavery exists. Oh, yeah? Clearly. Because they are so desperately poor. Because they don't get paid enough by Nestle or by the companies they All work right, for. All right, that's it. Thank you very much and goodbye. Et puis on vous laisse jamais causer entre parents. Si on te voit causer avec ton parent, bon, on te tue ou bien, on te mate très bien là et puis on te fait changer de camp. This is now the 21st century. It's unthinkable that we would sit by and allow child slave labor to continue. Non, il faut faire quelque chose, forcément. I realized that I needed to take my responsibility as a consumer, and after talking to one of Dutch finest professors in criminal law, I decided to prosecute myself for buying and eating chocolate. Je kan het eigenlijk vergelijken met heling. Als ik een gestolen fiets koop, dan ben ik daar ook aan schuldig. En als ik dus een reep koop waarvan ik weet of kan weten dat die met behulp van slavernij gewonnen is, ben ik ook strafbaar. Strikt juridisch beschouwd heeft hij gewoon een punt. Do we stop buying chocolate? I normally don't buy 1,000 kilos of chocolate, but if I buy 1,000 kilos of chocolate, I just want to be sure that no slavery is involved. And I don't understand why you can't tell me that. We want to put that chocolate on the market, a slave-free chocolate. And it's a great idea. Wonderful. Let's shake hands today. I like the concept. Yeah. Sounds good. Yeah. Well. Sounds good. Ik wil even de hand schudden. Dit is een historisch moment. Tony Chocolonely. Yeah. We like it. Yeah. We like it.
Dat was het filmpje over de slaafvrije chocola van Tony's. Inzo van Zanten, van harte welkom in dit gesprek via de Zoom. Jij bent de woordvoerder van Tony Chocolonely en jij noemt jezelf choco-evangelist. En jullie zijn misschien wel het voorbeeld als het gaat om storytelling, in Nederland in ieder geval. Maar ik wil eens even naar jou. Waarom vertel jij eigenlijk het verhaal van Tony's? Wat is jouw persoonlijke drijfveer om je hieraan te verbinden? Ik ben ervoor gevraagd. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb altijd gezegd dat als ik iets doe, dan wil ik ofwel enorm achter een product staan, dan wel enorm achter een bedrijf staan, dan wel enorm achter een missie staan. En volgens mij legt Tony Chocolonely die drie dingen volledig op elkaar. En was dit voor mij wel de gouden mix van dingen waar ik me graag hard voor wil maken. Naast het feit dat wat is er leuker dan over de hele wereld een mooi verhaal over chocolade te mogen vertellen en chocolade te kunnen uitdelen op dat moment. Dus ik maak volgens mij iedereen gelukkig dan. Ja. Nou is het zo dat veel organisaties, bedrijven zoeken een verhaal om hun missie te verwezenlijken. Bij jullie was het eigenlijk andersom. Hè? Er was eerst een verhaal en dat verhaal zocht een bedrijf. En ja, dat werd Tony's en daar, we kennen het allemaal precies. Wat is jullie core business? Is dat chocola verkopen of verhalen vertellen? Impact maken. Ook de chocolade is voor ons alleen maar een manier om een verschil te maken, om impact te maken. Dat had bij ons ook iets anders kunnen zijn. Wij zagen een probleem, een maatschappelijk probleem, wat heel onzichtbaar was, namelijk een ongelooflijke hoeveelheid illegale kinderarbeid. Nog steeds vandaag de dag meer dan 1,5 miljoen kinderen alleen al in de twee grootste cacao producerende landen ter wereld, hè, mind you. Ja. En meer dan 30.000 kinderen die slachtoffer zijn van moderne slavernij. Dus wij zagen een probleem en wilden dat probleem aanpakken. Daar kwam chocolade eigenlijk bij kijken. Dus wij zeggen wel eens, wij zijn geen chocolademaker die impact maakt. We zijn een impactmaker die dat toevallig via de weg van chocolade doet. En voor ons is het verhaal vertellen was ook wel geboren uit noodzaak. We hadden geen middelen om grote marketingcampagnes te lanceren, maar we hadden wel een probleem wat eigenlijk meer tijd nodig had dan 20 seconden tussen Loekie en het journaal. Waarvan ik hoorde dat Loekie deze zomer weer terug gaat komen, gelukkig. Ja, want er zijn nu hele generaties die natuurlijk nu aan het klapperen zijn met hun oren van wie is in godsnaam Loekie, maar dat mogen jullie uitleggen. Ja. Wij denken dat verhaal dus iets langer nodig heeft. En daarom gebruiken we die tijd graag en leggen we lange termijn relatie aan, ook met luisteraars. Dus doen we het niet via advertenties en reclames, maar via het verhaal vertellen. Of ik dat nou ben of iemand anders. En want je introduceerde me als woordvoerder, maar wij zetten ons heel erg af tegen het woord woordvoering. Wij vinden dat iedereen bij Tony's het woord moet kunnen voeren. Dus ik ben slechts de choco-evangelist. Ja, en jullie zijn met inmiddels 200 mensen. Hè? Dus dat impact maken, dat is wel gelukt. Jullie zijn echt een groot bedrijf aan het worden. Ik geloof zelfs de marktleider als het gaat om chocola in Nederland. Klopt dat? Ja, en dat herken ik Nederland, wel. Maar let wel, we zijn nog steeds heel klein, hè? Want Nederland is een klein land en we eten relatief weinig chocolade. Dus impact maken is voor ons veel groter en veel meer. Dus we zijn nog steeds een druppel op een gloeiende plaat, helaas. Maar we zijn er wel hard aan het werk. Ja. Nou, ik herken het wel, want overal waar ik chocola krijg, krijg ik die van jullie. Dus het gaat wat dat betreft heel erg goed. Maar hoe goed gaat het met het andere gedeelte? Hoe goed lukt het om in Afrika het verschil te maken en die keten te veranderen? Nou ja, we zijn er hard aan het werken, maar zoals ik net al zei, we zijn echt relatief nog heel klein. Hè? Er worden een paar miljoen ton cacao per jaar verbouwd en wij nemen er 10.000, 12.000 ton van af. Dus we zijn heel klein, maar ik denk dat de impact die we maken groter is dan de hoeveelheid chocolade die we verkopen. Ja. Omdat we toch hopelijk andere bedrijven in de chocoladewereld en daarbuiten ook inspireren om zelf het verschil te maken. Hè? Wij zeggen altijd al, wij kunnen het niet zelf. We moeten het samen doen. Samen met de rest van de industrie, samen met consumenten, samen met retailers dat verschil maken. Om uiteindelijk 100% slaafvrije chocolade de norm te maken in de wereld. Dus gaat het goed? Ja, maar gaat het goed genoeg? Nee, nog lang niet. Er moeten ongelooflijk veel meer dingen gebeuren. Wij werken nu met 8.500 boeren samen in Ghana en Ivoorkust. Er zijn 2,5 miljoen cacaoboerderijtjes in Ghana en Ivoorkust alleen al. Ja, nou zijn jullie ook al 10 jaar bezig, hè? Dus het is... 15 jaar al. Nou, was jullie verhaal in het begin anders dan het nu is? Nou, ik denk het niet. Kijk, in essentie blijft het verhaal hetzelfde. Het probleem van gedwongen kinderarbeid, het probleem van onderbetaling van boeren gewoon voor de producten die ze leveren, leidt tot de problematiek in de wereld. Dat verhaal is niet veranderd. Wat natuurlijk wel verandert, is dat we evolueren. We worden groter. We zijn nu beschikbaar in 30 landen ter wereld. We zijn marktleider in Nederland. In essentie verandert dat verhaal dus niet. Maar ik denk
wel dat wij ook een steeds grotere rol te spelen hebben. We zijn, ik ben hier als de meest amuzikale fan ter wereld, word ik gevraagd om vandaag bij jullie te spreken. Ja. En ik, als ik alleen maar de chocoladeindustrie zou toespreken, dan zou ik binnen een week klaar zijn. Ik hoop meer industrieën te inspireren om verantwoordelijkheid te nemen als het gaat over gelijkheid in de wereld, als het gaat over eerlijke betaling, als het gaat over toch de verantwoordelijkheid nemen als ondernemer naar de maatschappij en de planeet waar je in opereert. Dus, maar ik bedoel eigenlijk iets anders. Ik bedoel, je bent met je verhaal inmiddels, je hebt de wind mee. Je bent misschien wel hip met je verhaal zelfs. Hè. In het begin, Teun van de Keuken met de Keuringsdienst van Waarde, die werd toch min of meer voor gek versleten dat hij dit probleem überhaupt aankaartte. Toen was het toch veel moeilijker om dit verhaal te vertellen. Nou, weet ik niet. Ik denk dat Teun nog steeds geregeld voor gek wordt versleten en hele goede punten opbrengt. En soms terecht en soms onterecht. Maar ik denk niet dat het nu makkelijker of moeilijker is dan 10, 15 jaar geleden. Wat het voordeel is, is dat we mensen beginnen te luisteren. Hè? We worden groter en het voordeel van groter worden is dat mensen op je gaan letten. En als ze op je gaan letten, dan willen ze eerder naar je luisteren. Dus worden we iets serieuzer genomen. Het feit dat je, zeg maar, nou, een wijze man, Gandhi, die zei ooit al, hè, first they ignore you, then they laugh at you, and then they fight you, and then you win. Nou, wij zijn wel heel snel van being ignored naar winnen gegaan. En dat levert natuurlijk wel de mogelijkheid om meer impact te maken. Ja. Dus ik weet niet of het makkelijker of moeilijker is. Ik kijk ook even naar de tafel. Jantien? Ik hoor een beetje in je verhaal in, zodat je eigenlijk een zwaardere verantwoordelijkheid voelt inmiddels. Hè, nu jullie gegroeid zijn en dus meer naamsbekendheid hebben, zeg je van eigenlijk blijkt het probleem nu zo groot te zijn. En drukt dat dan op je en moet je dan toch niet daar je verhaal op aanpassen? Ja. Ja en nee. Want we hebben die verantwoordelijkheid niet. Ik voel hem persoonlijk. Wij nemen de verantwoordelijkheid als het gaat over de cacao-industrie. Daar moeten we ons op focussen. Tegelijkertijd zien we dingen gebeuren in de maatschappij waar we het niet mee eens zijn. En dan denk ik, we hebben ook een mogelijkheid. We zijn ook een soort spreekbuis voor andere changemakers, voor activisten, voor ondernemers. En in hoeverre kunnen die mensen ook een platform bieden? Dus dat doen we ook wel eens. En dan stellen we iets aan de kaak wat niet direct misschien met cacao te maken heeft, maar wel met ongelijkheid in de wereld. En daar maken we ons dan kwaad over. Of we doen wel eens een kleine tag op een beurs van Berlage of zo, wat dan in het nieuws komt. Ja. Sam? Nou, ik zat te denken, wat ik mooi vind aan de organisatie ook. Jullie zijn op heel veel punten heel erg ontwikkeld. Ook als werkgever, hè, zijn jullie best disruptief in de markt over hoe jullie, wat jullie vinden, wat jullie mensen kunnen, mogen en doen. Dus er lopen heel veel verhalen. Het verhaal van de organisatie, het verhaal van de brand aan zich. Hè, het ziet er goed uit. En natuurlijk de oorspronkelijke missie die jullie hebben. Mensen die bij jullie komen werken, op welk verhaal slaan zij het meeste aan? Die bij ons komen werken specifiek? Ja. Ik denk uiteindelijk wat... ik maak altijd onderscheid tussen purpose en meaning. En ik heb de hele tijd, purpose is heel erg een bedrijfsding. Dus corporate purpose is onze missie. En meaning is je eigen zingeving. Dus misschien wel betekenis en zingeving, om niet te veel Engelse woorden te gebruiken. Uh-huh. En volgens mij, als je op een gegeven moment dat punt bereikt waarbij die twee dingen volledig opgelijnd zijn, dat je dan een soort gouden mix te pakken hebt. En ik denk dat mensen die bij ons werken een ongelooflijke drive hebben om dat verschil te maken. En dat over het algemeen in die lijn ligt van die missie. Maar dus dat gaat een beetje over die grotere verantwoordelijkheid nemen. Dat steeds meer mensen die bij ons werken denken, ja, weet je, we kunnen echt een verschil maken op meerdere vlakken. Precies wat je zegt, ook op HR-vlak, op goed werkgeverschap. Wij zijn ervan overtuigd dat we die missie alleen maar kunnen bereiken met het meest bevlogen en betrokken team. Nou, dan maken we ons daar heel hard voor. Ja. Dus, en als het gaat over betekenis-economie bijvoorbeeld, ja, daar maken we ons ook vaak hard voor. Dan denk je, ja, dat is toch de weg van de toekomst. In zo, je zei al, eigenlijk storytelling is gewoon wat jullie altijd doen met het hele bedrijf. Het is belangrijk voor jullie. Is het ook wel eens heel erg misgegaan met jullie verhaal? Dat je zegt van, nou, daar hebben we, ik kan je nog wel een blundertje delen die ik niet zou toepassen. Of valt dat mee? Nou, jezus, ik heb een legio. Weet je? Ja. Ik vind het mooi. Churchill die had altijd zo'n mooie uitspraak. Success is going from failure to failure without losing enthusiasm. En dat is denk ik wat wij doen als Tonys. We flikkeren de hele tijd op ons mond. Maar dan staan we weer op met heel veel energie. Weet je, het is lastig. Het feit dat wij geen woordvoerder hebben, betekent nog eens dat als we ergens in de pers lezen volgens de woordvoerder van Tonys, bla bla, dan zijn we echt op zoek intern van wie heeft in godsnaam iemand aan de lijn gehad. En wat hebben we daar dan gezegd of niet? Maar ja, ik heb legio voorbeelden dat je inderdaad, nou, iemand zei het net al, weet je, goed inlezen in je publiek.
Soms zit je wel eens in één keer met een verrassend ander publiek voor je, dan dat je agenda eigenlijk vertelde, terwijl je net te laat aankomt op een conferentie. En dan moet je toch wel even snel kunnen schakelen. Nou, dat vereist wel een bepaalde skill als spreker, denk ik. Ja. En ik heb, jongen, en zodra je PowerPoints gaat gebruiken, wat ik graag doe, want het geeft mij toch een soort van rode draad in mijn bedrijfstoepasbare ADHD manier van verhalen vertellen. Gaat er natuurlijk heel vaak dingen fout. Daar heb ik rugzakken vol voorbeelden van. Ja. Tot slot, Inzo, hè, want 15 jaar, kan een verhaal ook opraken? Dat vind ik prima als onze missie bereikt is. Ja. Als wij ervoor hebben gezorgd dat chocolade 100% slaafvrij is, dan gaan wij met liefde wat anders doen, dan mag mijn verhaal volledig opraken. Heerlijk zelfs. Ik ben af en toe ik ben ondernemer en ik ben ook onderwijzer geweest. En ik geloof enorm in de piramide of in de vulkaan van ondernemerschap. En dingen mogen van mij aan de bovenkant ontploffen, omdat ze aan de onderkant groeien. Dus dat is prima. Dan komt er een nieuw verhaal. Maar er zijn genoeg voorbeelden, helaas, van gedwongen kinderen. Maar stel dat dat gebeurt, verdwijnt dan ook die lekkere chocola? Want ik sprak een mevrouw in de winkel die zei dat ze het vooral kocht omdat ze het lekker vond. Of is die chocola dan ook weg als jullie klaar zijn? Nou ja, dat doet mij er dan niet meer toe. Nee. Weet je, als wij onze missie hebben bereikt, hebben we onze missie bereikt. Hopelijk blijft die chocolade, maar laten we eerlijk zijn, 15 jaar geleden waren chocolademakers niet heel veel inventiever dan dat er melk puur en wit op de schappen lag. En er liggen nu 30, 35 verschillende recepten van ons en ook van concurrenten, omdat ze hebben ingezien dat mensen graag wat anders willen. Maar dan gaan we wel wat anders doen, joh. Helaas zit er in de fashion-industrie ook heel veel illegale kinderarbeid. Dan gaan we misschien wel onesies doen of andere naam Tony's. Inzo, dankjewel voor je mooie voorbeeld. We gaan ook nog even naar een ander voorbeeld. We gaan naar de directeur van Jantje Beton, Dave Ensberg. Die schuift hier zo meteen aan en dan gaan we luisteren naar zijn verhalen. En ook dat introduceren we met een kort filmpje van Jantje Beton. Daar gaan we nu even naar kijken. Nou, die heeft nooit leren spelen. Buitenspelen is niet alleen leuk en gezond. Het is ook noodzakelijk voor je mentale ontwikkeling. Wist je dat 3 op de 10 kinderen bijna niet buitenspelen? Jantje Beton, stop nooit met spelen. Goed, we gaan nu naar een ander verhaal. We gaan van chocola naar buitenspelen en dat doen we met Jantje Beton. Welkom Dave. Dankjewel. De kijkers kennen jou vooral als ambassadeur van Meer Muziek in de Klas. En de mensen die volgen... Ja, die kennen ook jouw wortels in de Surinaamse geschiedenis. En dat je daar ook heel veel over praat. Dus ik heb eigenlijk verhalen zat om de hele middag met jou over door te kunnen praten. Gaan we niet doen. We gaan vooral over Jantje Beton praten. Ja, wie weet straks nog. Hè. Kunnen alle kanten op. En het verhaal van Jantje Beton. En hoe belangrijk is het vertellen van verhalen voor jou bij Jantje Beton? Ja, cruciaal. Het gaat gewoon om kinderen en hun gelegenheid om te kunnen buitenspelen. En Jantje Beton is ontstaan uit het verhaal. Jantje Beton is een fictieve jongen die in 1968 is geboren eigenlijk in de omgeving van Amsterdam om te kunnen buitenspelen, maar er was geen ruimte voor. Er was gewoon geen ruimte terwijl die stad aan het volbouwen was met allerlei gebouwen en allerlei auto's reden er rond. Er gingen allemaal kinderen, kregen allemaal ongelukken, sommige kinderen gingen zelfs dood. En toen is er een aantal mensen geweest die zeiden van ja, dat kan gewoon niet. Jantje heeft gewoon ruimte nodig om te kunnen buitenspelen. Ja. En zo is Jantje ontstaan voor Jantjes en voor Jantina's. Kijk eens aan, dat is Jantje, maar eigenlijk wil ik eerst naar jou, want we hebben Sam net gehoord dat het belangrijk is dat het iets is wat je aan jezelf kunt verbinden. Wat is voor jou het belang van buiten spelen of van spelen in zijn algemeenheid? Nou, toen ik nog heel lief klein jongetje was met schattig kroeshaar, toen ik allemaal goed op zat, pre-corona ook nog eens, toen was ik op een gegeven moment ben ik heel vaak verhuisd als kind. Hè, mijn ouders die hebben veel veranderingen gehad in hun leven, mijn moeder had een lichamelijke handicap. Maar dat is heel vaak 2-3 keer? Ik heb 5 verschillende basisscholen gehad. Oh, kijk. Ja. Wel meer dan 10 keer verhuisd in mijn leven. En als jongetje moet je dan continu aanpassen aan de omgeving waar je bent. Als ik terugkijk naar mijn jeugd, dan kijk ik met veel plezier terug op de plekken waar ik heb gewoond, waar ik het meeste kon buitenspelen. Waar veel groen was, waar ik kattenkwaad kon uithalen, slootje springen, belletje trekken. Waar ik kon knikkeren en potjes heb kunnen winnen, waar ik heb kunnen voetballen, vriendjes heb kunnen maken. En dat was op plek Oude Tongen. Een heel klein dorpje, Goreelvlakkee. Ja. En ik weet nog goed dat ik daar voor het eerst op school kwam, op het schoolplein. Ja, je gaat naar school natuurlijk om te leren, maar ook om te spelen. En op het schoolplein, wat één grote betonnen bende was, moet ik eerlijk zeggen, was het wel heel leuk dat heel veel kinderen naar hem toe kwamen. Die gingen allemaal naar hem toe van, hey, dat is er eentje met kroeshaar. Dat mag ik even voelen. En die gingen echt aan mijn haar zitten alsof het een schapenvacht was.
Ik vond het als kind heel bijzonder om mee te maken. Maar alleen dat al ja, geeft aan dat, dat... Ik vond het heel bijzonder om in Oude Tongen te wonen als klein zwart jongetje. En ik heb daar eigenlijk het meeste plezier gehad om te kunnen spelen. Waren er heel veel kleine zwarte jongetjes of nee, was jij ik was de enige? Voor veel kinderen de eerste die ze zagen. Ja. En ik denk niet de laatste. Want later kwam er ook een asielzoekerscentrum in de buurt volgens mij. En ze hebben wel meer kinderen gezien. Maar het is gelukkig tegenwoordig veel normaler om... Maar hoe ging dat dan? Want gingen ze aan je zitten of zo? Of, ja, er werd ook gevraagd van, goh, geef je af. Ja. Mag ik even aan je huid zitten? Ja. Ja, kreeg ik dan ook zwarte vingers? Ja, dat zijn hele onnozele vragen die kleine kinderen stellen van een jaar of acht. Ja. Ja, die weten niet beter. En dit verhaal vertel jij ook in je functie als directeur van Jantje Beton? Ja, ja, het is mijn verhaal. En het is goed om, denk ik, om bij jezelf te blijven, zoals je ook al zei, Sam. Dat het goed is om je eigen verhaal te vertellen. Maar is het dan ook niet spannend? Want er zitten heel veel eigen dingen in. Ik bedoel, zo'n verhaal dat je als wat je net vertelde. Ik bedoel, je laat heel erg ook wel jezelf zien in je verhaal. Dan ja, met Jantje Beton. Maar dat is ook wel belangrijk, omdat er heel veel kinderen zijn die zich kunnen herkennen in dat verhaal en zich daaraan kunnen optrekken. Kijk, voor mij was buitenspelen ook een vlucht als kind. Mijn jeugd was niet heel erg vlekkeloos. Mijn moeder had een lichamelijke handicap. Mijn ouders hadden niet altijd goed inkomen. We hadden veel armoede thuis. Er was niet altijd sprake van veiligheid, oftewel soms wel sprake van huiselijk geweld. En als kind wilde ik op een gegeven moment ook ontsnappen aan al die ellende en al die seriositeit van thuis. En wilde ik gewoon naar buiten en wilde ik gewoon lekker spelen en alles vergeten. En dat verhaal hebben heel veel kinderen. Ja. Het worden op dit moment in Nederland, 100.000 kinderen worden mishandeld of verwaarloosd. Er zijn heel veel kinderen die niet gelukkig zijn. 1 op 10 kinderen maakt gebruik van jeugdhulp. Ja, dat zijn geen kinderen die daar bij jeugd op zitten omdat ze last hebben van stinkvoet. Maar was jij dan in Oude Tongen het gelukkigste in je leven? Dat je zei, daar heb ik heel veel buiten kunnen spelen, daar heb ik... Is die linker dan? In mijn jeugd wel, ja. Ja. Later, ik ben nu een trotse vader, ben getrouwd. Ik heb een fantastische baan. Ja, het is een fantastische fase in mijn leven. En ja, als ik naar mijn dochter kijk, ja, dan smelt ik er helemaal. En als ik haar met haar mag buitenspelen, dan word ik er helemaal week. Dus een van de eerste dingen die we deden nadat we het huis kochten, was een schommel in de tuin rammen om lekker meteen in de achtertuin te kunnen buitenspelen. Ja. En natuurlijk gewoon in de buurt, lekker in de natuur. En ze genieten volle teugen van. Gisteren ook. Ging ze keer op keer langs een glijbaan van de opvang, modder, paadjes in, helemaal vies. Moeten weer de hele woning stofzuigen en opruimen, maar ze heeft zo enorm genoten van buitenspelen. Ja. Nou, jij praat hier graag over, hè? Dat merken wij aan jou. Ik bedoel, dit rolt eruit en bedoel, als ik jou niet afrem, dan gaat het maar door en dan gaat het maar door. Ik pak er even een vraag uit de chat bij, want Esther die zegt van ja, ze willen ook graag over muziek praten. Dat snap ik heel goed, want daar zitten we ook wel voor. Uiteraard, zegt Esther, kan ik mijn eigen ervaring om muziek te gaan maken vertellen en aangeven hoe ik op de plek ben gekomen waar ik nu ben. Ik vraag me alleen af of mensen daar wel interesse in hebben. Hoe pak je dat aan? Kom jij wel eens in een situatie dat je over dit soort verhalen vertelt, dat je voelt dat mensen het er helemaal niet over willen hebben? Nou, ik moet zeggen dat... Ik wil niet altijd mijn verhaal vertellen zonder dat er publiek voor is. Hè? Dus ik ga natuurlijk eerst een gesprek voeren over... Waar we het allemaal met elkaar over hebben. En dan komt het dus ter sprake. Ik ga niet zo een keer lopen zenden of... Nee, dat vind ik niet fijn. Dat is ook niet hoe ik met andere mensen wil praten. Dat ze in één keer een heel verhaal tegen me lopen op te hangen, terwijl ze niet kennen. Dus er moet eerst een relatie zijn voordat we een gesprek hebben over een zinnig verhaal. Maar doorgaans moet ik zeggen, op het moment dat er het onderwerp waar werk je langskomt, dan gaat het heel snel gaat het over mijn buitenspeelverhaal. Ja. Ja, wat ik wel mooi vind in het verhaal van Dave, omdat het een heel eigen verhaal is. Dus jij zegt net zo mooi, hè, kinderen kunnen zich identificeren met de jeugd die jij beschrijft. Maar ik denk ook dat volwassenen door jou ook weer teruggaan naar hun eigen jeugd. Ja. En zich beseffen op dat moment, oh ja, dat is wel belangrijk. Dat vind ik ook belangrijk. Dat vind ik voor mijn kinderen belangrijk. Dus het is, iedereen kan zich ermee identificeren op dat moment. En dat maakt het sterk. En wat je zegt, het publiek is heel belangrijk. Aan wie je het vertelt. En het delen. Want verhalen delen roepen verhalen op. En op het moment dat je dan elkaar vindt en erover in gesprek bent, dan is het er. Dus hou het ook niet voor jezelf. Helemaal eens. En want laatst had ik ook gevraagd aan een groep ouders, eigenlijk via zo'n webinar ook, van doe je ogen eens even dicht en denk eens even terug naar het mooiste, de mooiste speelherinnering die je eigenlijk had als kind. Wat waren daarin de belangrijke factoren? Waar genoot je enorm van? En hoe kunnen we dat verhaal wat jij hebt meegemaakt doorgeven aan de volgende generatie? Dat elk kind weer speelherinnering kan opbrengen, kan ophalen. Want op dit moment is het wel zo dat 15% van de kinderen nooit buiten speelt.
Ja, dat kan toch niet zo zijn dat wij die mooie herinneringen die wij hebben uit onze jeugd niet kunnen doorgeven. Ja. En we zien echt een enorme kloof tussen generaties. Hè? Dus onze ouders speelden veel meer buiten. Onze grootouders speelden al heel veel buiten. Ja, Nederland verstedelijkt, verdicht. Het is allemaal lastig, allemaal moeilijk. Maar jongens, ieder kind wil gewoon echt spelen. Spelen is leven. Als je als je uit de baarmoeder komt, dan wil je al niets liever dan spelen. Dat is echt enorm instinctief. Overal in de wereld, elke cultuur, of je nou uit Suriname komt of je komt uit China. Ja. Ieder kind overal speelt. En ja. Via het spelen kun je leren. Nou, nu noem je wel iets belangrijks. En daar kijk ik ook even naar jou, Jantien. Want ja, dat, en ook naar jou. Want maar dat spelen, dat hebben we ook allemaal gedaan. Hè? Alhoewel, jij zegt volgens mij ook dat een bepaald gedeelte van de kinderen helemaal nooit speelt. Op dit hè? Moment 15%. Ja. Ja. Maar misschien spelen we wel meer dan we muziek hebben gemaakt. En Claudia vraagt hier, van ja, hoe krijgen we leerkrachten die zelf geen verhaal over muziek hebben, om dat verhaal, zover dat ze dat verhaal wel kunnen vertellen. Wat moeten die dan doen? Hè? Moeten die dan niet eerst iets meemaken op het gebied van muziek, voordat ze daar ook een verhaal over kunnen vertellen? Ik denk dat het heel goed is dat leerkrachten zelf meemaken wat de impact van muziek is. Want dat voel je meteen. We hebben hier op kantoor wel eens het meer muziek in de klas gehoord. Het laatste jaar natuurlijk niet. Maar dan, dat geeft meteen al verbinding. Te spelen in Nederland of te zingen in Nederland meer mensen in een koor dan dat er lid zijn van een voetbalvereniging. Dus dat geeft echt wel wat aan dat het iets is wat fijn is. Dus ik zou zeggen, laten ze in ieder geval met hun team een teamtraining doen en het een keer zelf ervaren. Het andere is dat je natuurlijk. Ja, je kan een verhaal over jezelf vertellen, maar wat jij ook noemde, het geleende verhaal. Volgens mij, als je in je klas kijkt, hè, en je hoeft bij wijze van spreken alleen maar muziek op te zetten, en dan zie je gewoon welk kind aanslaat erop. Hè, want, wij zeggen heel vaak tegen kinderen, hè, als je ze meeneemt naar een concert, van te zeggen, nou nee, wel stilzitten, wel dit. Maar kinderen hebben gewoon van nature de neiging om gewoon te gaan bewegen. Laat die kinderen gewoon lekker bewegen. En dan zie je het plezier. In feite hoef je niet een verhaal te vertellen dat muziek belangrijk is, want je ziet het op het moment dat iemand muziek maakt. Ja. Hè, iemand keert in zijn eigen innerlijke wereld. En dat je ziet dat iets heel bijzonders is. En ja, dat draag je ook over. En dat is ook in situaties waarop je zeg maar zelf optreedt. En de wisselwerking die je hebt gewoon met je medespelers. En de wisselwerking die je als spelers hebt weer met je publiek. Dat voel je, dat hangt in de lucht. Dat hoef je niet te vertellen eigenlijk. Nee. Juist nu in deze multiculturele samenleving kan muziek ook een drager zijn voor die verhalen. Absoluut. Van al die kinderen thuis. Ja. Je gaat niet meteen vertellen over hoe je in de Marokkaanse gemeenschap zeg maar, met elkaar omgaat op school. Ja, je bent gewoon kind. Ja. Maar als je met elkaar tijdens muziekles of op een ander moment aan de hand van muziek kunt vertellen over hoe jullie samen een verjaardag vieren, hoe jullie samen een vakantie doormaken en welke manier muziek daar een rol heeft gespeeld, kun je veel met elkaar die verbinding maken. Ja, voor mij verbinding ook tussen vakken maken. Hè? Bij mij op school bijvoorbeeld wordt Engels gegeven, bij mijn zoon op school, dat heet Groove Me, hele leuke methode, met muziek. Dus ze gaan naar de hits van nu luisteren met elkaar, meezingen, want ze kennen ze het van de radio of van YouTube. En vervolgens wordt de zongtekst erbij gepakt in het Engels. En dan gaan ze daar helemaal doorheen. Wat zingt ze nou eigenlijk? Wat is de essentie van dit liedje? Welke woorden? En daar komen ook de woordjes tabellen gewoon uit. Ja. Maar ze zingen en leren Engels, weet je. Ja. En dat is betekenis geven aan iets. En niet enkel, nou ja, je moet nu muziek gaan maken. Maar, en ook wat Jantien zegt, is het ervaren en voelen. Maar als je er al over praat met andere leerkrachten, misschien heb jij niet 1, 2, 3 dat verhaal. Maar op het moment dat je het in een teammeeting daar eens over hebt en gewoon eens met elkaar die bril opzet en zegt, goh, wat voor verhalen kunnen wij nou met elkaar verzamelen? Dan zijn het er genoeg. En dan steek je elkaar aan. En dan weet ik zeker ook bij de leerkrachten dat er momenten zijn, ah ja, ik weet echt wel een verhaal over muziek. Ja. We zoeken het soms te ver weg. Ja, wij hebben het vandaag over dat verhalen vertellen belangrijk is en dat ze ook impact zouden hebben. Nog even één vraag dan over Jantje Beton. Werkt het, verhalen vertellen? Wordt er meer gespeeld? Nee, er wordt minder gespeeld. Minder? En ik hoop dat we natuurlijk daar een verandering in gaan brengen. En wat belangrijk is, de bewustwording onder ouders. Dus zeker het raken van ouders is heel hartstikke belangrijk. Daar zetten we volop bak op in. En ik denk ook wel dat het ons gaat lukken. Ja. En ik hoop dat het ons gaat lukken, zodat we uiteindelijk Jantje Beton overbodig kunnen maken. Ja. Want jij bent ook bezig om van Jantje Beton een verhalenvertellende organisatie te maken. Steeds meer, toch? Ja, we moeten echt. Kijk, Jantje Beton is natuurlijk een organisatie die al best wel oud is. Hè? 53 jaar, met alle respect voor 53-jarigen onder ons. Maar voor een goede doelorganisatie is het een relatief oude organisatie. En veel mensen dachten op een gegeven moment, waar is die nou eigenlijk weer van? Oh, dat ken ik nog van mijn jeugd. Maar het moet weer actueel worden. En daar zijn verhalen enorm belangrijke dragers voor. Dus daar gaan we nu volop op in. En misschien gaan we wel bij jou een mooie training volgen.
Heel graag. Ja, want daar wil ik nou even naartoe. Je zei al van ja, eigenlijk kan iedereen. We maken allemaal verhalen, dus het zit in ons allemaal. We kunnen ze allemaal. Jij gaat daar een workshop over geven over 2 weken, dacht ik, op 18 maart. Ja. En dan ga jij, we hebben hier allemaal mooie voorbeelden aan tafel zitten van mensen die heel goed verhalen kunnen vertellen. Dan ga jij in die workshop zorgen dat meer mensen dat gaan leren. Wat ga je ongeveer in die workshop doen? Nou, we gaan vooral ook doen. Hè? Dus we zijn met een grote groep en we gaan ook interactief aan de slag met verhalen delen. En ook elkaar helpen, zeg maar, om verhalen rijker te maken. Ja. Dus ik ga een stukje achtergrond, een stukje historie van waarom werkt ons brein nou zoals we dat het werkt. En waarom spreken verhalen nou zo aan? Want als je dat snapt en ziet en ook snapt hoe is nou een verhaal opgebouwd. Hè, sommige mensen kennen wel de reis van de held, maar er zit daadwerkelijk een theorie achter. Dan ga je dat ook herkennen. Want als je dan verhalen gaat lezen of gaat zien, dat je denkt, oh ja, hier hebben ze het trucje ook gebruikt. Dus je gaat ermee spelen. En we hebben ook een mooie co-host, zeg maar. Dat is Katelijne Lania. Zij is de bezield oprichter van het Fairtrade sieradenmerk A Beautiful Story. Nou, ja. Zit al in de naam. En zij, met hun sieradenmerk, onderhouden zij 100 gezinnen in India. Die daar op een eerlijke manier hun geld verdienen. Ja. En zij gaat ook vertellen en meeluisteren en feedback geven. En we gaan dus een stuk theorie. We gaan aan de slag. We gaan ook dingen doen met elkaar. We gaan verhalen delen. En weet je, het is uiteindelijk gewoon een teaser om uiteindelijk verhalen te kunnen gaan ontdekken. En even weer alert te zijn. Ja, dat er al veel meer verhalen in je zitten dan je misschien zelf denkt. Ja, Katelijne gaat dat verhaal vertellen aan de 50 mensen die zich inschrijven. Want dat zit al voor de helft vol. Dus wel erbij zijn als je mee wil doen. Dus dat gaan we dan horen. Als je je inschrijft, moet je ook nog iets doen? Is er nog iets van huiswerk vooraf? Nou ja, wat ik denk, wat wij willen aan de slag met de verhalen. En ik kan me voorstellen dat het, net als de dame in de chat, van ja, maar. Hè, dus ik zou zeggen, zet de komende 2 weken je verhalenbril en je verhalenoren op. Los van het feit dat het goed is om verhalen te delen. Maar ga op zoek naar 1 of 2 verhalen van je denkt, nou, daar kan ik wat mee. Daar zit een stuk ziel in, daar kan ik ook zelf me aan verbinden. Neem die verhalen mee. En in de workshop gaan we onder andere met een aantal van die verhalen ook aan de slag. Om te zien van hoe kan je nou een herinnering of een moment, hoe kan je daar nou een verhaal van maken? En gaan we met elkaar, zeg maar, dat bouwen. Zodat dat je daadwerkelijk met een verhaal de deur uit kan lopen. Waar je dus dan de aandacht mee kan trekken. Want een verhaal lost natuurlijk niet alles op. Hè? Een verhaal kan niet alles verkopen wat je wil. Maar het kan wel mensen raken op een ander niveau. De aandacht trekken, mensen nieuwsgierig maken. Zodat je de tijd en de ruimte krijgt om dan ook de rest uit te kunnen leggen. Dankjewel. We weten nu iets meer van verhalen. De impact die het kan maken, dat het belangrijk is en dat we er ook meer over kunnen leren. Maar Pia vraagt, hoe vertaal je dit mooie verhaal richting muziek en cultuuronderwijs, Dave en Jantien? Want dat is het laatste wat we dan nog even wel te doen hebben. Dit is allemaal mooi en belangrijk. Maar hoe gaan we dit nou vertalen naar de wereld van de muziek? Nou, het is, ja, als je het gewoon kijkt, didactisch gezien, hè, dus het hebt over de manier waarop je kennis overbrengt in het onderwijs, is het dan heel fijn als een leraar zichzelf meeneemt. En dat je dus zelf onderdeel bent van de lesstof, met je eigen verhaal. En dat vertalen naar de muziek. Dus wat is jouw verbinding met jouw muziek die je wilt voorschoten aan de kinderen, aan de leerlingen? Kijk, voor mij, als ik dan bijvoorbeeld, als ik een muziekdocent zou zijn, zou ik echt iets teruggrijpen op mijn jeugd en de verhalen van, en muziekverhalen van Tot Slaaf Gemaakt, om iets te noemen. Je kunt dan voor een deel geschiedenis combineren eigenlijk met muziek. Welke muziek maakten de Tot Slaaf Gemaakt uit Afrika toen ze verscheept werden naar Curaçao of naar Suriname? Wat voor verhalen gaven ze eigenlijk met elkaar door? En wat voor instrumenten gebruikten ze erbij? En dan met elkaar dat ook gewoon echt uit te proberen oefenen. Dan ontstaat er enorm veel verbinding, naar mijn idee, tussen die kinderen. En tussen de kinderen en de leerling, en leerkracht. Dus probeer je ook echt jezelf mee te nemen als leerkracht. Dus wees onderdeel van de didactiek. Dus probeer het niet al te abstract te maken. Maar durf jezelf ook kwetsbaar op te stellen. En jezelf ook gewoon subject te maken van het gesprek. Ja. Dan heb ik jou vorige week op de radio gehoord over Suriname. En luister het vooral terug, zou ik zeggen. Ik hoorde je daar vol vuur praten over alles wat daar belangrijk was in de geschiedenis, et cetera. En dan zit je hier vandaag over spelende kinderen. Je hebt blijkbaar ook iets met muziek. Is die slavernij eigenlijk niet veel belangrijk dan deze 2 kleine onderwerpjes die over kinderen gaan? Het zijn valse tegenstellingen. Alles gaat om het geluk van kinderen. Als het met de kinderen goed gaat, gaat het met de wereld goed.
En een manier om dat te beoordelen is, kunnen kinderen lekker spelen? Kunnen kinderen lekker muziek maken? Dat zijn twee hele belangrijke factoren die erbij horen. En daarnaast natuurlijk, is het veilig? Kun je jezelf vinden? Weet je wie jezelf bent? Wat is je geschiedenis? Wat is je identiteit? Daar komt het slavernijverleden ook in terug. Er komen allerlei factoren bij. Maar het gaat me altijd om het welbevinden van kinderen. En daarom moeten we blijven zoeken naar goede verhalen over muziek. En dat heel veel aan elkaar door vertellen. Jantien, tot slot. Wat hebben we vandaag opgestoken? In ieder geval, want ik even terugdenk aan Angelique, die vorige week een opmerking in de chat had gezet. Kijk, die moet in ieder geval een verhaal vertellen aan haar team. Hè, want als dat team iets niet durft, hoe komt het team zover dat ze wel iets gaan durven? En wat kan ze dan vertellen om dat te werken? Maar het moet ook natuurlijk aan die directeur van die school. Want als er geen budget is voor een muziekmethode, dan denk ik, dan is daar wel een verhaal te vertellen. En dat hoop ik dat natuurlijk heel veel mensen gaan doen. Jij zegt, zolang we allerlei problemen hebben, geen geld, geen team wat het durft, of allerlei mensen die het er niet over hebben, moet je verhalen blijven vertellen. Ja, kijken. Hè, want de kracht die er in die verhalen zit, die maakt misschien net iets los. En als je dat persoonlijk weet te maken, dan neem je misschien die directeur van die school mee. Want ja, hij zal ook een rekenmethode moeten aanschaffen. Hè? Hij gaat niet zeggen van, we doen maar geen rekenmethode. Nee. Dus, what's the difference? Verhalen blijven vertellen. Ja, we zijn een beetje door de tijd heen. Jammer. We zijn nog lang niet klaar. Ja, heel erg jammer. Maar gelukkig kunnen we over 2 weken verder praten. Tenzij jullie nog hele brandende dingen hebben die jullie kwijt willen. Wat leuk is, want wat Dave zegt, van het gaat om het welbevinden van de kinderen. Ja. En daar sta jij voor en daar sta ik voor. Daar staan we als onze organisaties voor. En het is ook heel mooi dat als je dan partnerorganisatie bent, dat je ook weer samen kan gaan kijken van waar zit dan die overlap. En binnenkort, wij zijn maatschappelijk partner van het Eurovisie Songfestival. Gaan Dave en ik ook vertellen van wat voor oplossing wij hebben gevonden. Jullie gaan. Dave was bijna weer in zijn rol van ambassadeur van Mimis. Nu is hij weer even directeur van Jantje Beton. Ja. Jullie gaan samen iets doen. We gaan ook samen iets doen. Ja, als kindervrienden. Spannend. Als kindervrienden. Voor het welbevinden van de kinderen. Daar kan nu nog niet meer over verteld worden. Nee, gaan we nog niet over vertellen. Nou ja, dat is een mooie teaser voor een volgende keer. Ja. Ik wil nog één ding zeggen, Cor. Ja, zeker. Ik heb zelf mijn levensverhaal wel eens opgeschreven in een boek. En daar heel veel over verteld. Hè. En dat verhaal uitputtend verteld in zaaltjes. En ik merkte op een gegeven moment, omdat het een authentiek verhaal is, een verhaal dat raakt, dat komt uit mijn hart, dat komt uit mijn ziel. Dat het me ook echt verdrietig maakte continu toen ik het aan het vertellen was. Dus ik zou willen meegeven aan mensen die een verhaal willen vertellen, ook vanuit authenticiteit, waar je ook toe oproept. Houd jezelf in de gaten. Want het kan soms zijn dat het verhaal met jezelf vandoor gaat. Ja. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd, ik krijg een time-out inlassen om niet meer mijn verhaal continu te vertellen. Want het raakt mezelf te veel. Dat bedoelde ik net toen ik vroeg, is het niet spannend? Maar het is het dus wel. Want het komt zo dicht bij jezelf dat het ook met je op de loop kan gaan. Ja, met name de verhalen echt die gaan over mijn relatie met mijn ouders. Dat het meest nabij is voor ieder mens. De mensen die jou groot maken. Als daar iets niet helemaal lekker is gelopen in het verleden. En dat verhaal continu vertellen, dat is natuurlijk, dat kan best wel pijnlijk zijn. Ja, het is mooi wat je zegt. En daarmee dus, maar het raakt dan dus ook zo, omdat het zo echt is. Ja. Maar een mooie oproep van hou jezelf in de gaten eens. En die reis die mensen maken, die is heel waardevol. Zeker in verhalen. Omdat er zoveel emotie bij zit. En in sommige gevallen, als je echt iets wil bereiken, moet je echt wel wat van jezelf ook durven laten zien. Ik vind het een mooie afsluiter. Als je jezelf erin legt, maak je impact. Maar hou wel in de gaten dat je dan zelf ook overeind blijft. Daarmee zijn wij aan het eind gekomen van dit webinar. Ik dank mijn gasten voor hun aanwezigheid en hun inbreng. We hebben heel veel geleerd vandaag, maar nog lang niet genoeg. Dus we gaan er nog veel meer over leren. Jullie krijgen morgen een mail met de link van dit webinar. Dan kan je het ook terugkijken. Want dan kan je het ook aan andere mensen laten zien waarvan je denkt van, nou, die kunnen hier ook nog wel wat van leren, verhalen vertellen en hebben dan een opstapje naar dat doorvertellen aan minstens 3 andere mensen waarom muziekonderwijs zo belangrijk is. Wij blijven allemaal leuke dingen doen over muziekonderwijs. Volgende week woensdag is er alweer een inspiratiesessie. Het staat ook allemaal in die mail en nog veel meer data. Dus blijf ons volgen en blijf meedoen om te zorgen dat alle kinderen in Nederland weer structureel muziekonderwijs krijgen. Daarmee ben ik er door. Er zijn ook geen vragen meer in de chat, zie ik. Dus dat is hartstikke mooi. Als iemand nog een tip heeft voor een andere onderwerp voor een webinar, dan houden wij ons aanbevolen. Dat zien we dan zo nog wel verschijnen. En daarmee dank ik jullie voor het kijken en jullie aanwezigheid. En nog een hele fijne avond en tot een volgende keer.